Uiteindelijk is toch een goed boek lezen is verslavend. Ik vind het eigenlijk net zo belangrijk om boeken te lezen die me meenemen naar hele andere werelden, als boeken te lezen waarin ik mezelf kan herkennen. Laat een boodschap achter in het zand van Bibi de Montag. Het is een gedichtenbundel en het gaat over evenhoevige dieren. Wat heel leuk is, omdat er heel veel van die dieren we helemaal niet kennen. En wat heel mooi is wat zij doet in het boek, is dat zij laat ze op allerlei verschillende manieren aan het woord. Via een WhatsApp-gesprek, telefoongesprek, mailtjes. Het gaat nu eens niet over hoe wij naar de dieren kijken. Het gaat over evenhoevige dieren die zelf tot ons spreken. Mijn zusje, de seriemoordenaar, is een boek geschreven door een Brits-Nigeriaanse schrijfster. Het speelt zich ook af in Nigeria, in Lagos. Het gaat over twee zusjes. Eentje is heel luchtig karakter, mooi meisje, krijgt veel aandacht, lieveling van de moeder. En het andere zusje is serieuzer, werkt in het ziekenhuis. En zij komt erachter dat haar zusje haar geliefde vermoordt. Het klinkt heel zwaar. Maar dat is het boek niet, vind ik. Dus het is natuurlijk spannend, maar er zit een luchtigheid in dat boek. De gedaanteverwisseling van Franz Kafka. Eigenlijk de eerste zin van dat boek is een enorme binnenkomer. Want de hoofdpersoon wordt wakker en is veranderd in een heel groot ondier. Hij woont samen met zijn moeder, vader en zusje. Ze komen erachter dat hij veranderd is. Hij kan hun horen. Zij denken niet dat hij hun kan horen. Hij kan niks terugzeggen. Als hij wat terugzegt, komt dat eruit als ondierentaal. Dit boek moet je lezen omdat het... Nou, ten eerste is het heel origineel. En het leest heel makkelijk weg. Ja, ik denk een heel groot voordeel van de online bibliotheek is dat, dat je er altijd beschikking tot hebt. Hè? Midden in de nacht. In je tuinhuis of waar dan ook. Dus je kan er altijd bij. Ik heb een zoon van 16. Het liefst zou ik hem nog willen voorlezen. Maar ik zou het liefst zelf ook nog voorgelezen worden. En dat kan dan met audioboeken. Je wordt voorgelezen. Het is net als vroeger.